het boeit jou denk ik veel meer dat de politie iets doet dan die overlast bij jou in de straat van de jeugd. Dan heb je weer een kras op je auto, je spiegel is eraf, noem maar op. En het goede nieuws is dat ze dan een keer een daad pakken, toch? Ja, en dat er schade vergoed wordt. Dat is misschien nog wel belangrijk. Het leuke is dat ik ooit via onder andere Marco met mij, via Twitter met mijn wijkagent in contact ben gekomen, die zeer gepikeerd opbelde. Omdat hij dus op een overleg te horen had gekregen dat er dus via Twitter wat opmerkingen kwamen. En uiteindelijk een prachtig verhaal opging dat deze overlast niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst stond om er iets aan te doen. Dat was dan weer het mooie verhaal. Maar dan weet je wel waar je aan toe bent. Ja. En als je dan zegt, van, nou, als dat niet zo is, dan kunnen we misschien met een paar mensen uit de buurt eens een keer een briefje sturen naar de politie om te kijken of er wel iets aan gedaan wordt. Want die signalen van die burger zijn natuurlijk ook, komen niet altijd bij de politie terecht. Nou, dit is een voorbeeld van wat wij iets doorzetten, waarbij ook nog een foto, een compositiefoto erbij komt. De andere slag die we moeten maken is dat we veel meer opsporingsinformatie en ook veel sneller internet willen hebben. Wat nu vaak gebeurt is dat het opsporingsprogramma, zoals Opsporing Verzocht, maar ook in onze provincie, Bureau Brabant, graag de informatie willen houden tot het moment van de uitzending. En eerlijk gezegd, dan zijn we al heel veel kostbare tijd verloren. Dus wat wij het liefste willen is dat die informatie die bewaard wordt door opsporingsteams bij ons, maar ook door de afspraken die het Openbaar Ministerie met het opsporingsprogramma en Korps heeft, die willen wij liever veel sneller erop zetten. Zo'n compositiefoto moet je niet laten staan tot het op het opsporingsprogramma komt. Dat is een heel traditioneel medium. Daar komen heel veel mensen naartoe. Echt waar. Daar worden ook zaken opgelost. Maar waarom kunnen we het niet gewoon op een andere manier verspreiden? Er is toch niks op tegen. Elke tip die je krijgt is toch mooi meegenomen. Dus die slag richting Openbaar Ministerie, die over opsporingsberichtgeving gaan, die zijn we ook mee bezig. Zijn dit je collega's overigens, Jan? Want ik zie dat er een groep mensen in beeld. Wat zei je? Zijn dit jouw collega's? Of zijn het gewoon burgers? Dat zijn gewoon burgers. Oh, oké. Okay. Dat zijn echte burgers. Ja, het is een beetje symbolisch weergegeven. Hoe komt de politiepet nou in contact met die burger? Ja, het is een illusie om te denken dat elke 10 minuten een politieman bij jou door de straat rijdt, toch? Dus ja, misschien kun je op een andere manier met hem in contact komen. Daar heb je mailtjes voor. Zitten mensen aan. Een voorbeeld met betrekking tot deze middelen. Dat is waar ik net al over had, opsporingsverzocht. We proberen die informatie die in opsporingsverzocht te komen, om die zo snel mogelijk ook te embedden op onze sites. Dus op politie.nl bijvoorbeeld, of op Google Maps. Om ervoor te zorgen dat die uitzending niet alleen maar daar staat, maar ook op andere kanalen waar onze burgers naartoe proberen te lokken. We doen er een berichtje uit op politie.nl, die komt op de wijksite van Deurne bijvoorbeeld. Nou, daar staat een embedded code zodat ze de YouTube-filmpje van opsporingsverzocht kunnen afdraaien. Of een link naar Bureau Brabant waar ze het filmpje ook kunnen zien. En het leuke is dat dan een eigen YouTube-kanaal ook dat je informatie kan delen. Op het moment, en dat vindt justitie heel erg belangrijk, dat het filmpje eraf wordt gehaald en het staat in gedeelde versies verspreid over YouTube, dan gaat het er ook af. Het gaat ook overal. Dus als mensen het hernoemen en anders uploaden, dan kan je het? Nou, ik weet niet, volgens mij zit er toch wel een bepaalde broncode achter. Zijn hier deskundigen bij die mij daar iets meer over kunnen vertellen? Je hebt programmatuur zoals Samsung, en hoef je alleen een URL te hebben, die zet je erin. En zij maken voor jou welk format jij ook maar wil hebben. En die kun je gewoon downloaden op je PC en daarna heb je geen gif op. Nee, precies. Ze gaan nu wel kijken of opsporingsfilmpjes in Flash kunnen worden gemaakt. Zodat het nog iets moeilijker wordt om ze inderdaad op de samenleving computer te bewaren. Maar ja, waarom zou je hogere normen aanleggen? Je kan ook de DVD laten snorren bij opsporing verzocht en dan is het ook voor eeuwig bewaard in principe. Dus waarom zou je voor digitale middelen daar nou een hogere beveiliging voor moeten aanbrengen dan... Wat is het probleem dat mensen het delen dat je het niet meer kan tracken? Nou, hoe meer er gedeeld wordt, hoe fijner het zou zijn, toch? Of, ja, in zekere zin wel. Dat is ook, dat is, ja, je moet het positief benaderen en niet negatief. Hè. Die boodschap zit hier volgens mij in, daar staan wij ook achter. Maar je weet hoe belangrijk privacy is in Nederland. En hele organisaties vallen over privacy. Want als een dader, nou stel, hoe vaak gebeurt het dat we een melding krijgen, een aangifte van verkrachting, die niet gepleegd is blijkbaar achteraf. We hebben een compositiefoto opgezet.
Ja, er wordt misschien iemand ergens aangehouden. De buurt weet dat. Dat filmpje gaat een eigen leven leiden. Daar wordt zo'n vent echt niet blij van. Dus ja, daar moeten we wel proberen voorzichtig mee te zijn. Dus die aandacht heeft het wel. 100% garantie hebben we niet. We hebben bij ons ook buurtbrigadiers. Bij anderen heet het dan wijkagent of wat dan ook. Dat zijn bij ons buurtbrigadiers die zeggen van ja, ik wil niet graag met mijn foto op internet. Kun je dat niet uitschakelen dat ze mijn rechter muisklik mijn foto kunnen pakken? Ja, dat kunnen we wel uitschakelen. Maar er zijn zoveel manieren dat die foto dan toch een eigen leven gaat leiden. Onze boodschap is ook richting die buurtbrigadiers. Jullie zijn het gezicht van de politie. Het gezicht van de politie, dat kan ook een foto zijn. Als je in de wijk bent, kunnen ze jou filmen, fotograferen. Ja, iedere jongeling loopt tegenwoordig met zo'n ding rond en maakt even een filmpje van je. En als je je raar gedraagt, sta je op YouTube. Als je over een grasveldje gaat rijden ergens, wat pas ingezaaid is, dan kom je zo in het nieuws. Dus, ja, privacy. Lastig onderwerp. Maar misschien veranderen op dit moment. Dit plaatje hebben jullie straks gezien, dat is waar ik net ook iets van zei. Op het moment dat, dat er een filmpje is geweest op Bureau Brabant, dan proberen we dat zo snel mogelijk. En meestal is dat de volgende dag via een plaatje op de site te zetten, zodat mensen via onze kanalen dat bericht kunnen lezen. Of via Twitter, noem maar op. Hives. Hivertensies. Iemand bekend met het fenomeen? Nou, je kunt in huis tegen betaling informatie pushen naar sites. Dan zou je bij wijze van spreken dus zoiets kunnen pushen. Waarbij je eigen richting op mensen die aangesloten zijn bij deze spots te waarschuwen voor het fenomeen Loverboys. En dat kun je doen dus door zo'n hivertensie te plaatsen gericht op spots waar mensen in hun profiel hebben staan. En zo krijg je dan de jeugd wat eerder aan dat fenomeen. Want ja, ik weet niet hoeveel jeugd er naar de site politie.nl gaat of naar de speciale jeugdsites die er zijn. Daar moeten we ook verder niet aan tornen, denk ik. Die sites zullen ook wel goed zijn. Maar je moet proberen daar waar te zijn waar die jeugd ook voor blijft en dat is huis. Ja, okay. De mensen die hier nou allemaal op deze site hier staan, weten die dat dit hier gebeurt? Maar dit is van een collega dan iets. Ja, wel met zijn vrienden. Oh ja, maar dat zijn openbare ondernemers. Ja, ik weet niet hoe dat zit hoor, of dat zomaar kan. Ik heb geen flauw idee, je zal het beter weten dan ik. Maar ik vraag me altijd af of het dan zomaar mensen zijn die dat leuk vinden om hier gedeeld te worden met ons. Ja, nou ik weet niet of je het over 5 minuten weet als een plaatje weg is, ik hoop van niet. Dan is het probleem op zich al weer opgelost. Ja, ja. Als online doen we het even, toch? Nee, ik begrijp je opmerking natuurlijk. Ik snap het. Maar soms moet je met dingen eens doen om het duidelijk te maken. Nou ja, ik begrijp, maar ik heb ICT voor politie een aantal jaren in gewerkt. En dit was één van de thema's die heel vaak op tafel lag. Hè? Van mogen we dit nou wel, mogen we dit nou niet in het kader van de informatieverstrekking. Dus ik zie het dan gebeuren. Dan denk ik, hé, de discussie is misschien slecht, maar... Ja. Er is laatst natuurlijk met die Stanislav-actie van justitie op Hives is daar het een en ander duidelijk van geworden. Dat ligt eraan of jouw vrienden, als deze persoon zijn vrienden publiek heeft staan, heb jij daar als vriend niks over gezegd. Het ligt dus aan degene die een profielpagina jou hebt, die is namelijk juridisch gezien eigenaar van zijn vrienden. Dat vind ik een knappe ding dat we dat in Nederland kunnen zijn, maar dat en als hij ze openbaar heeft staan, is het dus openbaar en mag het dus. En op het moment dat hij ze afgeschermd zou hebben, dan mogen die foto's dus niet gebruikt en gepubliceerd worden. Dat was tenminste wat het toen. Ja, ja. Die actie van het ministerie van Justitie heeft daar toen een fout in gemaakt. Wat dan wel weer komisch was dat het ging om privacy en zijn eigen privacy-wetgeving van overtraan. Terwijl de foto van diezelfde persoon op een andere profielpagina van huis wel openbaar kan zijn. Precies. Lastig. Samen Ja, die leuke film, ja. Dat was echt gigantisch mooi. Heel goed. Ja, actie.